Met het Mobiliteitspanel Nederland proberen we een beeld te krijgen van de rol van vervoer in de levensloop van miljoenen Nederlanders. Want wanneer het leven van mensen verandert, verandert de manier waarop ze zich verplaatsen mee. En dat levert belangrijke cijfers en inzichten op. Neem het gezin van Sandra en Marcel. Sandra heeft net een nieuwe baan bij een mooi kantoor in een grote stad. Eerst ging ze lekker op de fiets naar haar werk, nu moet ze elke dag met de auto. Dat betekent dat ze vaak en lang in de file staat. Tot grote ergernis van Marcel, die daardoor weer met de fiets boodschappen moet doen. Daarom winkelt hij tegenwoordig liever online, zodat de boodschappen gewoon thuis worden bezorgd. Wanneer opa en oma oppassen, komen ze met de bus. Eigenlijk fietsen ze liever. Maar sinds opa een ongeluk heeft gehad, durven ze dat niet meer. Met de resultaten uit het Mobiliteitspanel Nederland krijgen we inzicht in de relatie tussen persoonlijke veranderingen en vervoerskeuze en hoe dit door de tijd heen verandert. Deze inzichten worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt voor passend beleid, zodat we Nederland voor nu en in de toekomst vlot, veilig en leefbaar kunnen houden.